Van LED-verlichting op sportvelden tot interactief gamen. In het Inno Sportlab Sport en Beweeg worden nieuwe producten, diensten en faciliteiten bedacht en in de praktijk getest. Woensdag werd het Inno Sportlab op sportcomplex Eindhoven-Noord geopend door oud-doelman Hans van Breukelen. De samenwerking tussen sport, wetenschap en bedrijf heeft als doel mensen meer te laten sporten en bewegen en wordt nu al uniek voor Nederland genoemd. Kijk, normaal gesproken is het zo, dan is er een speeltoestelfabrikant en die maakt speeltoestellen en zet het ergens neer. En of dat nou wel leuk is of niet leuk is voor jeugd, nee. Men tracht tegenwoordig in de huid, in de kop te kruipen van jong en oud, die aangeven, nou, hierdoor word ik getriggerd om te gaan bewegen. Dit vind ik leuk om te gaan bewegen. De bandy is een combinatie van een fitnessapparaat, de crosstrainer en een fiets. Door het Inno Sportlab wordt het mogelijk innovatieve speeltoestellen voor onder meer kinderen te testen en uiteindelijk op de markt te brengen. Voor ons is het heel belangrijk omdat je eigenlijk hier een magneet hebt van kinderen, voor kinderen. Dus eigenlijk hoef je niet zorgen te maken over als je hier iets neerzet of het gebruikt wordt of niet. Er zijn altijd kinderen. En dat is ook voor onderzoek heel belangrijk, dat je kinderen niet gedwongen naar een testomgeving brengt. En dan zegt, joh, wil je het even proberen en doe er vooral even je best. Nee, hier gebeurt het gewoon vanzelf. Dus je kan eigenlijk vrij kinderen laten spelen, zelf observeren, filmen, interviewen. En daar denk ik komen goede conclusies uit. Naast breedte sport is er natuurlijk ook topsport. Hoe denkt oudkeeper Hans van Breukelen over het WK en de kansen voor Oranje? Ja, ik verwacht van Oranje nog heel veel. Dan moet je gaan voorstellen dat ze echt goed gaan voetballen. He, ze spelen nu niet briljant. Ze spelen heel zakelijk, dat is dan een nieuw woord. Dat betekent eigenlijk dat ze heel weinig weggeven en 2-3 kansjes krijgen. En dan schieten ze er gelukkig 1 of 2 in. Maar we hopen dat met name onze individuele klassenspelers toch even iets meer kunnen laten zien. En ook wellicht iets beter samen kunnen spelen. En dan denk ik dat we nog heel veel plezier kunnen hebben van het Nederlands elftal. Thank you.